Ja, mijn jongste kat dus, die heeft astma en die moet dus puffen. Heeft de apotheek me dus dit gegeven. Kijk, dat is bijna net zo groot als de kat. Ze vindt het machtig interessant, alleen die trechter op de neus, dat vindt ze dus echt helemaal niks. Ja, nu lijkt ze er niet benauwd voor, maar zodra ik hem op de neus druk, dan gaat dat dus mis. Dus wat ik in plaats daarvan doe, is dat ik het ding in twee stukken splits. Ik weet niet of dat nou zo gaat met één hand. Je kunt hier twee knopjes in drukken. En dan kun je hem zo in tweeën doen. Nou, dan leg ik die daar neer. Hoppa. Kijk eens. En dan hebben we dit. En dat vindt ze niet vervelend. Dus even kijken of we dat kunnen demonstreren. Wil je dat geprobeerd, Tine? Gaan we even snuffen? Kom maar. Ja. Wil je even snuffen? Dat doen we niet in de keuken meestal, hè? Hey, gaan we dat doen? Let op. Puf, puf, puf. Steek de snuit er maar in. Steek je erin, Toma. Toma, goeie kat. Vandaag niet. Oh jee, moet ik de camera wel richten. Maar ze heeft er niet zo zin in. Toma, ga maar. Ah, goed zo zeg. Meestal begint ze te spinnen. Oh, oké. Toma, probeer maar. Kom maar. Kom maar. Ik druk niet door. Hè? Ik doe heel voorzichtig. Kom maar. Ga maar snuffen. Ga maar snuffen. Is belangrijk. Kom dan. Ja, goed zo. Goed zo. Kijk eens. Zo werkt dat, hè? En dan kom ik af en toe even wat neusje af om een beetje zuurstof erbij te doen. Hè? Dat doen we goed, hè, Tine? Dat gaat goed, hè? Je hebt vandaag niet zo zin, hè? Is het vanwege de camera? Of is het gewoon het warme weer? Hè? Ja. Ga maar spinnen. He? Meestal is dat wel fijn, hè? Nou, nog een keertje. Doe dat. Oh, je wil echt niet, hè? Oh jee. Altijd doen. Wat we ook altijd doen, dat is net voordat we klaar zijn, moet je even snuffen. Dus even het laatste restje hieruit snuffelen. Oh, dan moet je me ineens merken. Nou ja, mag ook. Oh. Ja, dit is een kat die overal graag in bijt. Nou, moet je er niet snuffen?